Goedemorgen, beste mensen. Ik hoop dat het u nog steeds goed gaat, ondanks de wat strengere maatregelen. Het is ook een beetje een zoektocht van hoe daar ook even je weg in te vinden. Maar van belang is dat wij het virus een halt toeroepen. En dat doen we door ons eigen gedrag inderdaad te beïnvloeden. En soms valt dat mee en soms zit dat wat tegen. Nou, een van de dingen die komende week op de agenda staat is Sint Maarten. Dat zou voor ons de eerste keer zijn dat wij dat hier meemaken. En ik heb geen idee of het actief wordt gevierd. Maar het is duidelijk dat met deze maatregelen het onverstandig is om daar aan mee te doen. En dat is ook de reden dat de oproep vanuit de veiligheidsregio is gedaan om echt dit jaar op een andere wijze dat te doen. Probeer dat zo mogelijk digitaal te doen. Probeer op alternatieve manieren met uw kinderen daar toch een gezellige en ontspannen avond van te maken. Maar ga alsjeblieft niet, laat staan in grote groepen, de straat op, want dat kan echt niet. En het is ook nog streng verboden door de nieuwe maatregel, maximaal 2 personen. Dus ik roep u echt op om dat dit jaar bij uitzondering ook niet te doen. Nou, dat is hem alweer voor vandaag. Tot de volgende keer.